heeft heel veel invloed. Van elke dag op stap zit je opeens thuis. We zitten ook in een raar soort periode. Wanneer houdt het op? Niemand die het weet. Wat ik vooral zie is dat er geen zekerheid is op de arbeidsmarkt. Of het nou de flexcontracten zijn of het is een vaste baan. Want ook die zijn absoluut niet zeker. Ik vind dat voor de arbeidsmarkt is corona eigenlijk een soort vergrootglas geweest. Van heel veel problemen wisten we dat er waren. Wat gaat er gebeuren bijvoorbeeld met ZZP'ers op het moment dat het misgaat? Nou, dat hebben we nu gezien. En gelukkig is er veel ondersteuning gekomen. Wat mij betreft betekent dat dus gewoon dat we het... Dat we toe moeten, daar pleit de NBBU ook voor een basisregeling voor alle werkenden. Dus dat er een soort basiszekerheid komt, dat heeft corona wat mij betreft echt wel geleerd. Maar we weten ook weer dat we straks een arbeidsmarkt, als we over 1-2 jaar verder zijn, weer een arbeidsmarkt hebben met tekorten. En hoe gaan we nou de korte termijn en de lange termijn op elkaar aansluiten? Wat je ook in coronatijd hebt gezien is de enorm belangrijke rol van de arbeidsmarktintermediairs. Of wij werden onmiddellijk benaderd en hebben dat ook opgezet om te kijken daar waar tekorten waren, hoe kunnen we daar mensen waar overschotten zijn naartoe brengen. En dan is het belangrijk dat iedereen eigenaarschap voelt, maar dat het ook een gezamenlijk eigenaarschap is. Er wordt steeds over de brug van werk naar werk gesproken. Ik zeg ja, maar onder de brug van werk naar werk ligt eigenlijk de weg van leven lang ontwikkelen. En die moet je aan elkaar verbinden. Bedrijven die hebben het ontzettend moeilijk met hun werknemers. Met hun flexkrachten, met alle mensen die ze inhuren. Want er zit vaak een hele schil omheen, maar ook een hele keten aan bedrijven achter. Deze periode doet ontzettende beroep, denk ik. Je kan het wendbaarheid noemen, zou ik willen zeggen, op creativiteit. Geldt ook voor mensen zelf. Als je niet de flexibiliteit hebt om te denken, ja, nu had ik deze baan, maar dat gaat even niet daar. Hoe ga ik mezelf nou toch beetpakken en dan toch weer iets nieuws gaan doen? Ik vind eigenlijk die generatie, zeg maar zo rond die 22, 25, ook wel een hele mooie generatie. Want ze willen echt heel veel, zijn heel betrokken, druk bezig met hun eigen leven. Maar ook meer, vind ik nog weer, dan andere generaties met hun omgeving. Nou, volgens mij hebben wij ook allebei kinderen in die leeftijd. Dus zien we het van heel nabij. Ja, en ik kan dit helemaal bevestigen. We hadden het net even over wendbaarheid, dat ze verschillende carrières voor zich zien. En daar ook dat leven lang ontwikkelen op ingericht willen zien. Ik denk dat we moeten zorgen dat die stageplaatsen bijvoorbeeld te komen. Dat ze ervaring op kunnen doen. Want we hebben ze keihard nodig met z'n allen. Ja, zeker. En dat we ze inderdaad ook het gevoel geven. We laten jullie niet in de steek. En we gaan echt voor deze generatie extra ons best doen. Ik zou ook tegen de jongeren willen zeggen, laat je niet ontmoedigen. Begin gewoon, zodat je ervaring opdoet. In crisistijd worden vaak toch dit soort dingen geboren. Never waste a good crisis, hè? Precies, daar ligt volgens mij een mooie kans.